Beste mensen, alweer 3 jaar geleden was ik bij jullie om de start te markeren van de uitbreiding en renovatie van Sluis Eefde. Heel jammer dat ik er vandaag niet bij kan zijn om het resultaat te kunnen zien en om jullie te feliciteren met wat er tot stand is gebracht. Er is heel veel gedaan in de regio de afgelopen 3 jaar. De sluizen en gemalen van Delden en Hengelo zijn verbeterd en de belangrijkste 4 bruggen versterkt. Sluis Eefde is uitgebreid met een tweede sluiskolk, de Noorderkolk, en de Zuidersluis is volledig gerenoveerd. Bovendien is er een heel nieuw type sluisdeur in gebruik genomen, de segmentdeur. Veel energiezuiniger en altijd te sluiten, ook bij sterke tegenstroom. In Nederland bedacht, gebouwd, vervoerd over water vanuit Krimpen aan de IJssel en tot op de millimeter nauwkeurig geïnstalleerd. Een mooie Nederlandse innovatie waar inmiddels ook veel internationale belangstelling voor bestaat. We hebben nu dus een ruimere poort naar Twente. De capaciteit van Sluis Eefde is bijna verdubbeld. Van 12.000 schepen naar 20.000 schepen per jaar. En daarmee is de verbinding tussen de Rotterdamse haven en het Europese achterland flink verbeterd. Heel belangrijk, want we willen de groei van het goederenvervoer nog beter op het water kunnen opvangen. Want 1 schip vervangt al gauw zo'n 120 vrachtwagens op de weg. We willen dan ook dat verladers meer oog krijgen voor het water. Want hier ligt nog meer dan genoeg capaciteit. Mooi dat bedrijfsleven en overheden in de Achterhoek en Twente ambitie tonen. Want jullie willen in de top 3 komen van logistieke hotspots. Het linker rijtje is de afgelopen jaren al bereikt en dat geeft vertrouwen. De sluis kan er weer decennia tegenaan. Maar we zijn hier nog niet klaar. Want vandaag markeren we ook de start van de verruiming van de Twentekanalen. Want als je de poort wijder openzet, dan moet je de gang erachter ook aanpassen. En dat gaan we dan ook doen. 35 kilometer damwanden worden vervangen. En de kanalen worden verdiept tot zo'n 2,80 meter. Er komen natuurvriendelijke oevers en we gaan het makkelijker maken dat schepen kunnen draaien. Zodat schepen straks nog veiliger en vlotter de havens van Almelo, Hengelo en Enschede kunnen bereiken. Alles bij elkaar vergroten we de capaciteit op het water flink. Dat maakt onze economie concurrerender, de wegen beter bereikbaar en het klimaat gezonder. Ik dank alle betrokken partijen voor het mooie werk aan Sluis Eefde en ik wens iedereen die gaat beginnen met de Twentekanalen heel veel succes.